Welkom Karen, ga zitten. Goedemiddag. Goedemiddag. Karen Mertens. Ja, klopt. Welkom bij het programma van Vastwel met het thema Verbijsterd en Verwonderd. Ja. Voordat we naar het thema gaan, stel je even voor aan de kijker. Nou, ik ben Karen Mertens en geboren in Oosterhout. En ik heb sinds kort een echt carnavalsmuseum. Een echt carnavalsmuseum? Een echt carnavalsmuseum, ja. Wauw. Ja. Een museum is al bijzonder, maar een carnavalsmuseum maakt het wel heel erg bijzonder. Dat klopt. Vertel er eens wat over. Nou, het is eigenlijk begonnen met een verzameling. In 2013 ben ik begonnen met insignes verzamelen. En dat is zo uit de hand gelopen dat het een hele collectie is geworden die eigenlijk te mooi is om verloren te laten gaan. Ja. Dus, en is er ook zoveel materiaal te vinden dan over carnaval, dat je er een museum mee kan vullen? Ja, ja. Kom kijken zou ik zeggen. Het is 90 vierkante meter helemaal vol en vanaf 56. En ja, de spullen zijn zo kostbaar dat ze echt tentoongesteld moeten worden. En ja, dat iedereen daarna mag komen kijken. Dus het moet vrij toegankelijk zijn, vond ik. Ja, ja. Mooi. Ja. Nou is carnaval is natuurlijk, we zitten nu in de vaste periode. Ja. Carnaval ligt net achter ons. Carnaval is eigenlijk een feest voorafgaand aan die vaste periode. Klopt. Is carnaval nou ook een feest wat je zegt vanaf 56, zei je? Ja, dat het echt officieel is. Daarvoor werd ook carnaval gevierd, maar vanaf 56 is het dan eigenlijk meer vastgelegd. Vastgelegd. Dus ja. En heeft Oosterhout dan zo'n sterke carnavalscultuur dat je vanaf die tijd al materiaal hebt kunnen verzamelen? Ja, heel veel zelfs. Eigenlijk de eerste jaren echt heel veel, ook hele kleine papiertjes, heel veel notities en echt, ja, echt heel mooi om te zien. Ja. Dus dat is echt de moeite waard om een keer te komen kijken. Ja. Nou, we gaan zeker kijken. Ik denk dat iedereen daar wel nieuwsgierig naar wordt. Waar zit het museum? Basiliekplein nummer 4, dus eigenlijk tussen de Bussel en de kerk in. Dus aan de, ja, de goede kant, zeg maar. Niet de goede kant van het centrum, maar de ene kant is horeca en restaurantjes en de winkels. En wij zitten precies aan de rustige kant. Ja, nou ja, carnaval zou ook aan de kant van de horeca kunnen. Ja, maar het zit er toch ook tussenin. De Bussel wordt ook carnaval gevierd, dus ja. Ja. Hé, hey, maar ik vind het toch wel heel intrigerend dat zo'n museum ontstaat. Kun je daar iets over vertellen hoe dat ooit begonnen is? Want je bent gaan verzamelen, zeg je, vanaf 2013. Maar wat was de aanleiding eigenlijk? De aanleiding was dat mijn man was overleden. En ik was eigenlijk altijd de vrouw achter mijn man, zeg maar. Als die binnenkwam was heel het huis vol en ik was altijd de stille erachter. Wie is jouw man? Dat was François Mertens. Ja. En toen dacht ik, ja, nou moet ik toch mensen ook aan gaan spreken, hoe ga ik dat doen? En ik had de ene signe die viel kapot, ik denk, nou dan ga ik die sparen. Dan is dat in ieder geval de aanleiding om mensen aan te kunnen spreken, om te verzamelen. Ja, zo is het uit de hand gelopen. Dus die kapotgevallen insigne wilde je vervangen misschien? Nou nee, dat was het begin van niks, van het volledig worden. Dus en dan moet je gewoon echt heel veel insigne sparen. Dus dan moet je echt heel veel mensen aanspreken van, joh, kan je mij helpen? En ja. En dat was voor jou ook, daarvoor moest je ook over een persoonlijke drempel heen om mensen aan te spreken. Ja. Oké, dus je moest uit je eigen schaduw stappen eigenlijk. Klopt, ja. En daardoor heb ik ook heel veel nieuwe vrienden leren kennen. En dat dan wel jammer is dat ze dan mijn man nooit gekend hebben. Dat vinden hun ook heel erg jammer. Maar ja, oké, het is een nieuwe fase. Ja, ik kan me ook voorstellen dat het heel troostrijk is geweest. Ja. Om op die manier eigenlijk aan de ene kant te verzamelen, aan de andere kant ook contact eigenlijk weer met je man te hebben. Ja. Direct. En het is ook heel mooi dat je dan eigenlijk toch ook weet dat je zelf ook dingetjes kunt. En dat het ook, ja, het maakt je wel sterk, vind ik. Ja. Ja. En ben je ook een fervent carnavalvierder? Ja. Ook altijd geweest of ook sinds die tijd? Nee, altijd wel. Ja, ik zeg, ik ben geboren in Klapeistraat, dus mijn moeder was en vader ook altijd carnaval gevierd. Dus in de buik ging ik al mee, dus in het paplepel ingegoten. In de buik ging je al mee? Ja, ja. Ja, ik ben in maart geboren, dus carnaval was februari, dus ik moest er nog even mee. Ja, ja. Ja, ja. Niks aan te doen. Leuk. En hoe ziet jouw carnaval er dan uit? Ja, wij beginnen woensdagavond altijd al. Wij? Dus, ja, je gaat met ik ga altijd met een vriendin. Wij gaan altijd samen carnaval. Als er één is de ander er ook. Dus met z'n tweetjes doen we dat altijd. En woensdagavond is altijd de generale repetitie, zeg maar, van Kruispunt. Daar beginnen we mee. En dan is het donderdags is het quiz. Kruispunt is een carnavalsband? Ja, daar speelde mijn man ook in. Daar speelde jouw man ook in? Ja, dus je hebt altijd woensdagavond repetitie. En dat is dan de laatste repetitie voor de carnaval. En dan mag altijd iedereen komen luisteren. Daar gaan we altijd naartoe. En dan donderdags is de quiz. Nou, vrijdags gaan we lossen. Ja, en zaterdag officiële opening.
Ja, de kerk eerst. Eerste kerk. Eerste kerk, ja, dat is prachtig. Ja. Ja, dan moet ook iedere keer naartoe. Ja, dat is geweldig. Ja, en dan... Maar eigenlijk altijd overdag. Wij vieren altijd overdag carnaval en dan gaan we s'avonds eten en dan meestal gaan we naar huis. Soms blijven we, maar meestal gaan we lekker naar huis. Oké, okay. Ja. Overdag is het mooist. En je viert carnaval, is dat... Ja, je gaat altijd met een vaste vriendin op stap. Hoe ziet verder carnaval eruit? Vieren jullie dat op straat of ga je de kroegen in? Of, Vroeger eigenlijk altijd de kloek, maar nu gaan we eigenlijk een beetje overal naartoe. Het is, op het Hatskedeplein is het geweldig. Er zijn heel leuke cafeetjes en er wordt toch nog steeds meer buiten gevierd nu. Het kan ook gewoon. Ja. Heel veel mensen hebben buitenbar staan, waardoor je dus ook buiten kunt blijven. En dan, Is carnaval iets wat jou ieder jaar weer opnieuw verwondert? Ja. Sommige dingen vind ik dat het wel een beetje weer een nieuw leven ingeblazen mag worden. Sommige dingen denk ik van als je dan kijkt naar vroeger, kijk naar de optocht, had je nummer 65 of zo. Nou, ik denk niet dat we dat gaan we zeker niet halen. Mm-hmm. Dus mensen moeten toch ietsjes meer de best gaan doen en verzin iets, loop mee. Het kan ook eenvoudig zijn als je maar weer de boel weer een keer... nieuw leven inblaast. Nou, ik denk dat het carnavalsmuseum daar wel bij kan helpen. Ja, en vooral ook de jeugd. Hè, laat leren. En daarom zeg ik ook, je mag geen entree vragen. Kinderen moeten binnen kunnen. Die moeten ook voor 5 minuutjes en die moeten ook een paar keer in de week bij wijze van spreken binnen kunnen komen. Ja. En dat dan, Want het is iedere week open. Ja, woensdag, donderdag, vrijdag van 1 tot 5. En zaterdagochtend van 10 tot 12 nu. Okay. Dat wordt nog wel uitgebreid, maar voorlopig even zo. Gaat niet open om 11 over 11? Ja, dan moet ik tot 11 over 12 blijven. En over 11. Nee, ik was eerst wel om 11 uur begonnen, maar dat is te vroeg. Okay. Nee, dus 1 uur is prima. Hey, en zo'n museum zet je niet zomaar op, kan ik me voorstellen. Dat kost of heel veel geld, of je moet heel veel mensen kunnen inspireren om mee te helpen. Hoe is dat bij jou gegaan? Zo is het gebeurd. We hebben de stap genomen om het... het pand te vinden en een stichting van te maken. En toen gingen we verbouwen. En ja, dan denk ik van ja, dat kost natuurlijk heel veel geld. En materiaal is ook heel, heel duur. Toen hebben we helpende handjes gevraagd. Ja, en die waren er. En die waren er? Ja. En waar kwamen die zo vandaan? Ja. Uit de carnavalswereld? Ja. Of, ja, ze hebben natuurlijk allemaal wel een hart voor carnaval. En het was eigenlijk de maandagavond, was de vaste avond dat we dan eigenlijk gingen verbouwen. Ja, dat was geweldig. Ja. Want ooit ben je met het initiatief gekomen. Ja. En hoe is dat gestart? Tegen wie ben je dat gaan vertellen? Was dat vanuit de carnavalsvereniging? Een oud collega, die had ik gevraagd van joh, ik zeg, we moeten er iets mee doen. Want ik had het eerst privé thuis staan. Ja, dat is altijd lastig. Dus ik zeg, ik wil het gewoon uit huis hebben. Dus we hebben een pand gezocht en hebben er een stichting van gemaakt. Ja, en ja, toen moest er natuurlijk geld komen. Dus dan moesten we donateurs gaan werven. En dat is gelukt, maar ja... We moeten ook blijvend donateurs hebben. Kijk, als je geen entree vraagt, dan blijft het geld kosten. We willen het warm stoken. Dus ja, dat is ook nodig. Ja, want jullie werken zonder subsidie verder. We hebben een impulssubsidie gekregen, was voor de verbouwing. En daar waren we echt heel blij mee, was ook hard nodig. En toen hebben we alles kunnen maken zoals we het wilden maken. En we hebben geen concessies hoeven te doen. Maar ja, nu willen we open blijven. En dat willen we eigenlijk op eigen krachten doen. Dus eigen donateurs vragen en ja. Ja. Dus je bent eigenlijk een vrouw met een missie geworden. Ja. Want carnaval is niet zomaar een jaarlijks feestje geworden, maar je wil het echt uitdragen als cultuurgoed. Ja. Je wil het cultuurgoed ook beschermen. Ja. En zelfs heb je het ondergebracht in een museum. Ja. Dus dat is heel knap gedaan. Dank u wel. Ja. En is er verder nog iets wat je wil vertellen over het museum, over carnaval, over de verwondering of de verbijstering? Ja, wat zou ik nog willen vertellen? Ik denk dat we het alles een beetje al gehad hebben. Ja? Ja. Ja, hopen dat, gewoon, dat het een succes wordt en dat we het niet voor niks hebben gedaan. He, al de mensen, alle krachten voor gebruikt hebben en ja. Hoe heet het museum? Het Kabinet der Zotheid. Het Kabinet der Zotheid. Ja. En het heeft een website ook? Ja. Kabinetterzotheid.nl? Ja, klopt. Ja. Nou, en de Facebookpagina. En de Facebookpagina. Ja. En in de gaten houden, want er komen ook speciale dingetjes. We gaan ook het kabinet verteld, komt binnenkort. Of ja, dat is al geweest dan nu. Maar dus we willen wel iedere keer ook activiteiten gaan doen buiten de openingstijden. Ja. Dus ja. Dus hou het in de gaten. Hou het in de gaten, ja. En laten we met z'n allen het museum levend houden. Ja, dat is de bedoeling.
Karen, dank je wel. Dank je wel. Mooi verhaal. Dank je wel.